Wat is uw verwachting ten aanzien van de toekomst van het betalingsverkeer? Nou, de toekomst zal denk ik zijn zoals het heden. En dat is dat betalingsverkeer continu verandert. We zien een hele hoop innovaties nu al plaatsvinden. En ik denk dat dat doorgaat en in de komende jaren misschien nog wel versterkt doorgaat. Wat voor innovaties doelt u op? Nou, vooral innovaties. Er zijn eigenlijk twee soorten innovaties. Innovaties in de zin van verwerking binnen systemen die op de achtergrond spelen en waar de consument niks van merkt. Dat is gaande. Maar belangrijker zijn innovaties waar de consument direct wat van merkt. Consumenten zijn, als je wat verder terugkijkt, gewend geraakt van niet alleen maar met bankbiljetten, maar nu met passen. Nu met telefoons betalen, nu contactloos betalen. Straks wallets op je telefoon die van alles kunnen. Ze zijn er allemaal al. En dat gaat door, denk ik. En dat neem ik aan, brengt ook nieuwe spelers op de markt. Wat levert dat op? Nieuwe spelers leveren concurrentie op. En concurrentie is over het algemeen goed voor de prijs. En voor ook de variëteit in de producten die je kunt waar je gebruik van kunt maken als consument. Dus nieuwe spelers zijn nuttig. Er zitten ook aan alle mooie dingen zitten soms schaduwzijdes. Maar wat in het betalingsverkeer heel belangrijk is, is natuurlijk veiligheid. Iedereen wil graag, als die geld op een rekening heeft staan, dat er ook staat, dat het klopt en dat het niet zomaar weg is. En nieuwe spelers kunnen gefocust zijn op een nieuwe functionaliteit en misschien wat minder op de veiligheid. Dus dat is altijd een aandachtspunt waar we vanuit de Nederlandse Bank zeker op letten. En wat verandert er verder in de rol van bijvoorbeeld de banken? Nou, dat hangt helemaal van de banken zelf af. Als ze flink aan het innoveren slaan, dan kunnen ze denk ik een hele belangrijke positie houden. Laten ze de innovaties een beetje aan zich voorbij gaan, wat ze denk ik niet zullen doen hoor. Dan hebben zij een groot risico dat ze voorbijgestreefd worden door die nieuwe spelers. Wat is nou het nut van zo'n congres als van vandaag? Nou, dat is om nieuwe ontwikkelingen op je in te laten werken, te kijken hoe al die spelers erin zitten. En als banken bijvoorbeeld hier in de zaal de gedachte hebben gekregen, god, we moeten toch een tandje bijzetten ten aanzien van innovaties, dan is dat al een heel nuttig bijeffect van deze conferentie geweest.